Schrijfster Hilly Arduin heeft gisteren in Tori Osso haar nieuwste boek, De Donkere Tranen van Zijn Moeder, aan het grote publiek gepresenteerd. Dit heeft ze gedaan in samenwerking met de schrijversgroep 77. Het boek gaat over Deston, die leidt aan de ziekte sarcoïdose en de relatie die hij met zijn moeder heeft. Zij worstelt met haar eigen gevoelens en vindt dat zij als moeder haar zoon Deston moet kunnen beschermen tegen impact van deze ziekte. Het verhaal van de jonge Deston is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Arduin begon namelijk te schrijven over het ziekteproces van haar oudste zoon Steve. Ik heb voor Deston gekozen omdat ik begonnen ben met het schrijven over mijn eigen zoon. En ik ben er 3 jaar geleden mee begonnen en ik kon het niet schrijven. Wegzetten, huilen, na 3 maanden oppakken. Toen heb ik met mensen gesproken en die gaven me andere een inzichten. En toen heb ik me gedistanceerd van de hoofdpersoon. Ik heb hem Deston genoemd en hem veel en veel jonger gemaakt. Waardoor ik mijn verhaal kon projecteren in iemand anders. In een ander persoon. En toen kon ik het veel makkelijker schrijven. En wat is uiteindelijk, wat heeft ervoor gezorgd dat je dit boek bent gaan schrijven in eerste instantie? Ik ben het gaan schrijven, 1, omdat Steve, mijn zoon, ik vond hem een kanjer. Hij was 32 geloof ik, toen hij hoorde dat hij dood moest, zou gaan. Ik bedoel, ik ben 32 en dan hoor dat je over 1,5 jaar dood bent. Ik bedoel, dat is bijna niet te bevatten. En dan heb je 1,5 jaar. Nou, en dan denk ik, we hadden altijd een open relatie. Nou, toen gingen we maar over de dood praten. Hoe wil je begraven worden? Nee, ik wil gecremeerd worden. Nou, muziek heeft hij. Hij heeft een lijst gemaakt wat hij voor muziek wilde. Gewoon, we hebben gewoon over de dood gesproken. En dan zie je dat de dood nog steeds een taboe is. Maar in ons gezin was het geen taboe meer. We hebben het opengebroken. Aldus schrijfster Hilly Arduin, die gisteren in Tori Osso haar nieuwste boek, De Donkere Tranen van Zijn Moeder, aan het grote publiek heeft gepresenteerd. Arduin is afkomstig uit het Caribisch gebied, maar woont en werkt al meer dan 40 jaar in Nederland. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder kinderboeken, korte verhalen en gedichten.